Hallo, welkom bij weer een nieuwe video van Noesje en Lissy. Ik ben Lissy en Noesje is even kleding aan het passen. En ik ga vandaag laten zien hoe je een paard moet tekenen. Wat heb je nodig? Een gum. Ik heb een van het Dolfinarium. Die heb ik gekocht. En een pen. Kleurpotlood. En een grijs potlood. Je maakt eerst een klein boogje. Ook weer niet al te klein en ook niet te groot. Je hebt dus die boog gemaakt en dan teken je hem van het midden van die boog een streep. En dan ga je aan het einde van die streep ga je een schuine streep naar beneden maken. Dan maak je een boog omhoog en dan ga je zo verder. En dan ga je zo. Dan maak je hier oren. En zorg ervoor dat je niet de lijn verbindt. Dus niet doortrekt. Je moet je oren wel open laten houden. Dus niet dat hier een streep komt. Zo maak je het dan. En dan ga je ook hier een lijn trekken. En je maakt een holletje in de rug. Dan maak je een klein half rondje. En dan maak je hier een streep. Dan ga je gewoon door. Ga je naar de andere kant. Maak je hetzelfde. Alleen dan maak je de hoef. Dus een schuine streep. Daaronder ook een. Maar daar dan een rechte streep. Ga je omhoog. Maak je dit. Schuin tot aan tot dit hoekje. En dan ga je hier iets uitgummen. Dan maak je daar een klein bultje. Dan maak je hier de staart. Dat doe je met één dun lijntje. En dat verbind je met een soort van driehoek. En dat verbind je dan elke keer. Totdat er niks meer bij past. Totdat de staart echt goed is. Ik heb mijn staart zo gemaakt, dat vond ik mooi. En dan gaan we zo. Maar vergeet dit niet. Dit is een kwart van een boog ongeveer. Een rondje. En dan ga je hier maak je hetzelfde. Dus zorg ervoor dat het op dezelfde hoogte zit. Bij mij is de poten iets te dun. Dus ik maak mijn poot iets dikker. Eigenlijk een been. En dan teken je hetzelfde, maar dan een beetje dun. Dus dit moet je doen. Doe je ook bij de ander. Want dat is een beetje 3D effect. Dan is het een beetje dun. Dus je moet het hoofd eigenlijk iets meer naar achter. Maar daar heb ik een oplossing voor. Dan maak je deze lijn weg. Maar hou je bovenste lijn gewoon.
ga je hier net iets verder erbij. Volgens mij is het hoofd te dun. Dus ik moet eigenlijk het hoofd uitgroeien. Het moet iets langer duren, maar gelukkig heb ik een snelle gun. Daarmee kan ik snel gaan. Dus moet ik de nek ook uitgroeien. Maar dat is niet heel erg, want ik was het hoofd daar vergeten om te maken. En ik had per ongeluk iets te dikke lijnen. Dus ik ga hier mijn boog tekenen. Hier. Hier. En dan hier. Oor. Boog. Boog. Ik denk dat hij zo wel goed is. Maar vergeet niet het haar. Dat doe je een beetje hetzelfde als wat je bij de staart hebt gedaan. Maar het hoofdstel is een lijn, een boog, tot aan het midden dezelfde dikte overlaten. Trek je dat en ga je weer omhoog. Dan heb je een boog, ga je naar beneden. Ga je hier ook een soort van boog maken. Maak je hier zo'n ding. En dan heb je hoofdstel. Maar als je gaat paardrijden, moet je wel je mondbeugel, zo'n beugel hebben als het goed is. Ik weet niet hoe het heet. Maar dat moet je dus ook. Dus dan teken je je lijn en een rondje. Zo. En dan, als je het zou gaan tekenen, moest je eerst een doek hebben. Zo. Heb je het doek gemaakt, dan moet je zo. Zo. Zo'n soort mandje maken, maar dan in deze vorm. Zo maak je van dat zadel nog zo'n ding. En dan gooi je dit uit. En dan maak je hier zo'n driehoek. Dan maak je hier zo'n ding. Dan maak je hier een klein boogje. En dan moet je even kijken waar je dan uitkomt. En dan maak je hem ook weer verbinden. En de oog maak je een beetje zo. En dan aan de onderkant hetzelfde. En dan kleur je dat hele oog in. En de neus maak je een half rondje. En daarin een rondje. En dan heb je het paard af. Maar ik wil graag ook dat er een achtergrond bij komt. Ik maak een... Nou, wat zou ik maken? De wei of het bos? Nou, maar eigenlijk, nu moet je met de pen overtrekken. Alle lijnen. Zorg er goed voor dat je echt niet uitschiet. Anders moet je die tekening weer helemaal opnieuw maken. En dat vind ik hem helemaal niet leuk. Zo. Ik hoop echt dat je hem beter ziet.
Even kijken, waar komen al die lijnen? Zo. Ik maak er ook een achtergrond bij, maar dat doe ik zo. Omdat ik heb gezegd dat je paard gaat leren tekenen. Maar dan moet je wel eerst het paard hebben getekend. De achtergrond maakt niet zoveel uit. Je mag zelf kiezen wat je dan als achtergrond maakt. Zo, even kijken welke lijnen heb ik meer. Oh, ik heb nog best wel veel lijnen. Zo, even kijken welke lijn ik nog heb. Heb ik nog een lijn überhaupt die ik nog moet overtrekken? Nee. En weet je wat je dan moet doen? Pak je je gum en gum je alles uit. Dankzij de pen heb je het mooier gemaakt en duidelijker. En dan gum je alles uit. Want met potlood is het niet heel mooi. En als je dan met pen overtrekt, dan is het veel mooier. Oeps, ik ben het oog vergeten. Zo. Heb ik mijn paard ingekleurd. Uitgegroomd. En dan, welke achtergrond zal ik maken? Nee, dan gaan we eerst even kijken. Je mag zelf kiezen welke kleur je doet. Maar de hoeven moeten zwart. Als je een echt paard wil, moeten de hoeven zwart. Anders lijkt het helemaal niet op een paard. Zo. Ik wil graag het paard uit mijn dromen. Ik vind het mooi. Kijk, de zwarte manen, de staart. Zo mooi. Ik weet het. Oké, welke had ik dan? Huidskleur. Oh, mijn huidskleur is. Wat is dit? Dit is ook eens. Zo, dit is mijn droompaard. Ik denk niet dat ik de huidskleur goed kan zien, maar ja, het is wel veel mooier. En het zadel, dat heeft soms hele grappige kleuren. Dus het zadel en het doek mag je zelf weten. En het hoofdstel mag je zelf weten welke kleur je die doet. En de paard, die hebben verschillende kleuren, maar geen roze. Wel huidskleur. Of bruin, of zwart, of vlekken. Daarom vind ik paarden ook super leuk. En je kan er zelfs op rijden, dat is zo cool. Oké, welke kleur gaat het hoofdstel doen? Ik wil heel mooi roze en paars. Zo, het hoofdstel is mooi. Het zadel, nee, het doek doet wel paars. Wat vind jij het mooist van je eigen zelfgetekende paard? Zet dat in de reacties.
Even kijken. Oh ja, nu nog de achterkantje. Het is een mooie boom. Oh wacht. Die wil ik ook. Maar dat gaat. Even kijken. Zal ik het zwembad? Nee. Misschien op straat? Ja. Maar dan op het veldstoep. Kijk, dit is de stoep. Als je je paard op de stoep wil laten lopen, dan moet je weer uitzien. Kijk, je hebt dus een stoep. Dit is de stoep. Dit is het fietspad. Zet je hier op de fiets. Hoe teken je dat? Teken je een zadel, zo. Ik ga het zetten. Zadel. Hier. Teken je zo. Zo. Ik kan niet heel goed de fiets tekenen. Even kijken. Dus zo. En dan heb je een fiets. Ik kan niet heel goed een fiets steken, dat jullie dat weten. En als je stuk tikt, maak je lijn. Horizontale en verticale lijnen. Ik kan niet altijd alles in 3D tekenen. Paarden zelfs niet. Wat zeg je? Hier, zo. Als een soort van baksteen. Hoe je dat tekent? Doe het zo. Ik vind dit nu wel echt op de stoep lijken. Stoepen maken is een soort van breinbreker. Maar dan met tekenen. Je mag ook gewoon een liniaal gebruiken, maar ik vind dat heel vermoeiend. En dit gaat gewoon even sneller op de film. Anders duurt het zo lang. Maar zo is het ook wel mooi. Dan rijden hier auto's. Als je niet weet hoe je een auto maakt, zal ik dat je laten zien. Teken eerst een schuine lijn. Teken daaraan een lijn. Zo. Een lijn komt hier. Een wiel. Hier ook een wiel. Piep, piep. Om dit. Een deur. Mijn wordt dus even persoonlijk zo leuk. Teken nu hier een stripachtig. Dan teken je hier ook gewoon deuren. En dan is de auto klaar. Maar dan moet je het weer met pen overtekenen. Dus stuk niet, anders is het zoveel werk. Als je het gaat inkleuren, moet je het overtekenen. Ik ga de auto namelijk inkleuren, dus moet ik het met pen overtekenen.
ben gaan zwemmen. Ik mis nog wat. Jullie ook? De auto natuurlijk. Ik wil een mooi paarse auto. Mama kwam even binnen, dus zei ik dat even. Even kijken, zo. Even kijken. Fietspaden zijn altijd rood. Dus maak ik het rood. En stoppen. Dat zijn meestal grijs. Maar ik heb helaas geen grijs. Hier, maar die is iets te donker. Die is echt bijna net zo als zwart. Een beetje veel. En de bestuurder, die maakt de foto. Dan moet je nagaan dat dit dan een foto is. Een bestuurder van een paard noem je ook wel een ruiter. Soms in het bos is een speciale ruiterpad. Daar mogen alleen ruiters van de paarden of de paarden zelf en de ruiter. Even kijken. Zo, mijn is af. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dit was mijn video. Doei!